De Surinaamse Partij van de Arbeid, SPA, gaat bij de komende verkiezingen voor 6 of 7 zetels. Deze mededeling deed voorzitter Guno Kastelen afgelopen zaterdag in het partijcentrum. Guno Kastelen sprak na een partijcongres waarop hij wederom is gekozen als voorzitter van de Arbeiderspartij. De SPA-voorman heeft op die bijeenkomst ook de nieuwe huisstijl van de partij geïntroduceerd, getiteld Samenwerken loont. Ook is het nieuw bestuur officieel gepresenteerd. Kastelen hield zijn gehoor verder voor dat de partij gaat voor 1 zetel in Brokopondo. Hij aast ook op die van Para. Volgens hem heeft de NDP de 3 zetels verworven, maar ze kunnen ze niet aan. Volgens Kastelen is er daarom teleurstelling in Para. En we rekenen erop dat als we hard werken in Para, dat die 4e zetel in Para gemaakt moet worden. Hard werken in Mata, in Para Noord, in Para Oost en in Para Zuid, samen met de instaat voor de zetel ook weer. En voor Morocco, we selecteren de kandidaat, de juiste kandidaten, de juiste boodschappen. En de P heeft 3 zetels daar. Die ene zwevende zetel die nu gaat ontstaan. We challenge it. En we weten dat we daar staan tegenover PR, tegenover NPS, tegenover andere partijen. Maar wij gaan ervoor met zekerheid. En we gaan tikken. De 5e zetel zal in Sipaliwini gehaald worden, zei Kastelen. Volgens hem is dit nodig omdat de bewoners de hulp van de SPA nodig hebben voor hun ontwikkeling. De 6e en 7e zetel moeten uit Kommewijn en Saramakka komen. De SPA-voorzitter gaf op de meeting ook officieel het startsein voor deelname aan de verkiezingen van 2020. Hij hield zijn achterban verder voor dat de partij zelfstandig de verkiezingen ingaat. Maar we sluiten van secretaris-generaal via verslag samenwerken. Binnen de wetten die er zullen zijn op het moment van de verkiezingen met andere partijen niet uit. Maar de vaak, want wij gaan onder onze vlag. En wanneer die afvoert, en hier in een verslag van secretaris-generaal, dat we liever alle opties open. Even naar lijstverbinding, Usashi. Wij gaan hier naar dit congres met de A91 samen zitten. En als je ervan houdt dat we de Europa van een bepaalde fase, we elkaar ook ombakken in een structurenvergadering, dat we een nieuwe toestemming samen aan het moment zouden we daar kandidaten doen of daarvoor, voor looking, dat we partij, een nieuwe groen licht en voor vinden van houden. Maar begin uit te gaan van het scenario dat u alle posities in uw district moet invullen met SPA-mensen. Ga uit van het scenario dat je in alle districten je RR en je schaduwkandidaten DR en DNA gaat moeten selecteren en uitzoeken. SPA-voorzitter Guno Kastelen. Hij is afgelopen zaterdag tijdens een partijcongres herkozen als de voorzitter van de Arbeiderspartij. De partij maakt zich volgens hem op om groots uit de verkiezingen van 2020 te komen. De SPA gaat voor 6 of 7 zetels.